de Amateurvoetbalpodcast. Dit is hem, aflevering 3 alweer van Amateurpotje seizoen 2. Of is het aflevering 4? Ja. Aflevering 4. Ja, jij bent daarvoor. Hè? Je bent de docent. Daarvoor zit ik hier. Jij bent de docent. Ik heb een vraag voor je. Ja? Welke speler speelde afgelopen weekend zijn 250ste wedstrijd? Zijn 250ste wedstrijd? Voor het eerste elftal. Ja, dat is een jongen die al 6 jaar bij die club speelt. Ik ben zijn naam kwijt. Kom ik op tijd terug. Goed? Laat me er even over nadenken, Paul. Goed. Ik mag een hulplijn in schakelen. Ik heb gelezen, Paul. Goeiedag Gerard, Rick en ook Paul en Jeroen Nix. Nog steeds amateurtrainer toch, hè? Even een jaartje rust. Even een jaartje ertussenuit. Ja, dan mag jij om hier onderaan aan te kunnen schuiven. Nou, dat is heel goed. Alleen daarvoor, Jeroen? Onder andere. Oké. Okay. Wat is jouw... Wel vaker, Jeroen, toch? Wat zei je, Paul? Misschien deed je wel vaker aan zich uitsluiten. Nou ja, ik vond de warming-up vond ik al heel interessant. Dus, wat een chaos, hè? De belooft veel. Wat een chaos, hè? Ja, chaos spelletje. Ja, ja. Bij voetbal noemen ze dat wel eens, maar... Ja. Chaos training. Ja, we gaan misschien ook binnenkort even gaan bellen met... Ja, goed, Willem Wijs ook. Ja. Willem Wijs. Dat is de koning van de chaos trainingen. Ja. Voormalig Eindhoven, nu een jeugd Ajax zou je moeten aanspreken. Heb je geen oefeningen van Wijs en van Nagelsman voor nodig, trouwens? Wat voor chaos? Voor chaos trainingen. Nee, soms schijnt het heel goed te zijn. Soms gaat het vanzelf. Ja. Ik heb laatst al een filmpje gezien van de trainer van Hoeven Vooruit. Ja? Die hadden ze de huidige trainer of... op de bank. Ja. Die heb ik ook in de groepsapp gedeeld. Ja. Dat vond je leuk. Vond je leuk, Paul? Mooi. Jeroen, jouw voetbalnieuws van, van de afgelopen tijd, afgelopen week, afgelopen weekend. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel weinig voetbal gezien heb afgelopen weekend, met name. Een andere tijdsinvulling dan gebruikelijk. Wij hadden het net in de voorbeschouwing, het is niet zozeer amateurvoetbal, maar we hadden gisteren even over de Milanese derby. Ja, dat leek meer op een toneelspel dan op een voetbalwedstrijd. Ja, ik heb het even gemist wat gebeurde, hè? Ja, heel veel randzaken, zwalbes, met de scheidsrechter bezig, dergelijke zaken. Dus amateurvoetbal heb ik niet zoveel gezien dit weekend, Bert. Dus jij vult de weekenden anders in nu? Ik vul een weekend zeker tijdelijk anders toch? In. Tijdelijk. Ja, jij bent toch wel regelmatig te zien op een amateurveld. Ja, vorige week ben ik nog even naar Excelsior Hercules geweest. En dan kwam ik Bert nog tegen aan de zijlijn. Ja, toen ben je doorgelopen. Nee, ik mocht niet doorlopen van Bert. Okay. Ja, maar hij mag altijd doorlopen. Okay. Maar, Excelsior is wel gezellig, club, toch? Mijn oude club, ja. Daar komen we nog op terug, denk ik. Ja, dit ligt bij mij in de achtertuin, daar is mooi dichtbij, op fietsje die kant op. Lekker. Mooi. Rick. Ja, Bert, ik wil graag even beginnen met een rondje social media. Want de afscheidswedstrijden van Sven Dikkers, het kwartet van Marklo, die zijn succesvol verlopen. Mooi eerbetoon, hou ik altijd van, ben ik gek op waardering. SDC3, die heeft een ware babyboom. Die hebben jullie kennen allemaal één speler uit, zeker jij Gerard. Ik ken ze allemaal. Heb je mee getraind? Stef van der Velden. Stef. Ik ken de drie. Vader geworden. Ja, dus jij kent er drie van. Ja. Dochter toch, Stef? Ja. Niels? Ja, Niels Seidsma, Niel Wenniger, Jamal Said, Martijn Gottemaker en wat jij... Ja, sorry, onderbreken jou. Nee, dat geef ik niet. Je wou er nog iets meer over zeggen. Ja, dat gebeurt wel vaak. Nee, maar Paul laat je ook niet helemaal uitpraten, maar vertel je verhaal. Nou, dan maak ik nog even twee dingetjes af en dan kunnen jullie weer... ik haak in op dat verhaal van jou van dan is de toekomst van SDC, dat zit goed, hè? Want het zijn allemaal prima. Zeker. OTS de elftal spelers, Gerard. Ik weet niet of het allemaal jongetjes zijn. Ik kan natuurlijk ook meisjes zijn. Ja, Stef, die was, dat moet Gerard weten, in de tijd dat hij bij jou speelde, was hij ook trainer van de voetbalschool. Stef heeft niet bij mij gespeeld. Ik was ook een beetje verbaasd over, niet om Stef, maar wel, het is ook een beetje een opmerking met een serieuze ondertoon. 8 jongens is uniek, die allemaal binnen een periode van een aantal maanden vader worden. En Stef is de woordvoerder, terwijl Stef niet van oorsprong een SEC-jongen is. Die andere 7 wel. Nee, maar... Dus ik had iets verwacht van, laat ze Jamal Said, hè, want dat is een jongen die kan heel goed van zijn woord kan. Die hadden ze moeten bellen, vind ik. Maar goed, dat is wel uniek. Stef, heel kort, die had in Losser een voetbalschool en daar is hij nou mee gestopt. En die studeerden altijd voetbalfilmpjes. Okay. En die jongens, die hebben allemaal in het eerste gespeeld.
Die keek ook altijd voetbalfilms. Maar volgens mij hebben ze een andere film gezien. Met allerlei technieken. Ja. En die zijn ze ook aan het... denk ik. Maar... Ja, we kunnen hem een keer uitnodigen. Kunnen we even wat verder op toen ik die jongens trainde, was het allemaal heel serieus. Het ging alleen maar over voetbal. Ja. En af en toe een biertje. Weet je waar ik nu aan moet denken? Aan jouw vriend Frits Korbach. Met de punt naar voren. Ja. Daar moest ik even aan denken. Ja. Nog twee dingetjes. Ja, dat is wel een mooie gebeurtenis, toch? Ik vond het ook heel opvallend dat Emre Ustas bij Roda Raalte de eerste internationale overschrijving was. Dat vond ik heel bijzonder. En dan ook de resultaten. Waar kwam je ook vandaan, Rick? Uit Turkije. Uit Turkije, ja. Maar heeft ook bij Nederland gespeeld, hè? He? Jawel. Nederlandse jongen, hè? Ja, van een buitenlandse club. Maar hij komt van een buitenlandse club. Ja, dus dat was wel... Derde niveau, toch? Turkije? Ja, volgens mij ook. Ja. Ik kende de club ook zelf eigenlijk niet. Maar, en dan een vervelend bericht dat Gerrit Slaghuis is overleden. De man van G1 van Achilles. Waar ook de benefietactie voor op Achilles 12 ging door. Hebben we het over gehad, hè? Hebben we het toen over gehad, ja. Zijn wens is gelukkig nog wel in vervulling gegaan. Dus, maar hij is helaas overleden. Zo mooi dat de club daar een advertentie over laat plaatsen in Tubantia. Vind ik heel netjes. Gerard. Waardig. Ik zal de luisteraars niet vermoeien met de uitslagen die Boomboys 2 wekelijks te horen zal geven. Nee, dat doe ik niet. Maar ik gebruik dit wel even voor mijn intro. Want we speelden gisteren bij TVC in Terbergen. Wel te verstaan TVC 3. En ik kom daar, of wij komen daar, en ik loop Stef Roelofs tegen het lijf. Die ken ik dan vanuit mijn verleden, dat we daar regelmatig met onder andere SSC tegen speelden. Zegt ik Stef van God ook een balletje trappen, hij was inmiddels omgekleed. Ja, zegt hij, tegen wie speel je dan? Dus ja, zegt tegen Boomboys. Ik zeg tegen Boomboys. Ja, zegt we spelen zo tegen jou. Ik zeg God. En zijn er misschien nog meer corriveeën die vanuit het eerste... Ja, Jeffrey Huizinga en Kelvin Stopel, die speelden er al. En Roy Alink. Waarop ik zei van, ja, dat is pure competitievervalsing. Dit kun je niet menen, Stef, met een knipoog uiteraard. Maar goed, het was ik vond het leuk weerzien bij TVC. Los van het feit dat er ook een geweldige tribune is geplaatst. Volgens mij hebben we dat al een keer genoemd hier. Fantastisch, geweldige mooie accommodatie. En als je daar nog eens een keer met 3-0 winst van het veld afstapt. Dit overigens geheel terzijde, is dat natuurlijk wel prettig. Heb je wel even je tactische plan aangepast? Ik weet niet of we met tactische plan te maken hebben. We hebben echt ook mazzel gehad. En waarop ik de conclusie trok, als wij met dit team 10 keer tegen TVC 3 spelen, dan denk ik dat we niet vaak winnen. Maar gisteren wel. En dat was een leuke, voor ons een leuke competitie-ouverture. Maar wat ik vooral mooi vind, dan stop ik met mijn intro. Wat ik vooral mooi vind, en dat is eigenlijk waarom ik dit noem, is dat jongens die stoppen bij 1 en bij TVC, hoor, een respectabel niveau, dat die dan niet helemaal verloren gaan voor de club. Maar dan ook nog eens een keer en een derde, in dit geval wel een prestatieelftal gaan spelen. Kom je niet zo heel vaak tegen. Dat is redelijk uniek, hè, tegenwoordig. Ik vind dat hartstikke mooi. Behalve die 4, hè, zijn er nog 1 of 2 jongens meer, waar ik van de naam even kwijt ben, die ook in datzelfde derde team spelen. Het zijn vrienden. Liefhebbers. En die trainen nog 2 keer. Van de jonge jongens. Nou, precies. En die trainen nog 2 keer in de week. Dat vind ik wel wat hebben. Jongens, hun tweede is ook goed, hè? Ja, maar die speelden reserve hoofdklasse. TVC 3 is vorig jaar ook kampioen geworden, maar die zijn niet gepromoveerd. En ik heb me laten vertellen dat er ook niet mag. Okay. Als de tweede elftal reserve hoofdklasse speelt, en dat is in Terbergen zo, dan kan de derde onder het kampioenschap niet promoveren. Hebben zij ook nog een onder 23, Gerard? Weet je dat? Goeie vraag, dat weet ik zo niet. Want daar wordt nou, na het eerste elftal, heel vaak het accent op gelegd. Ja, klopt. En bij TWC hebben ze inderdaad, wat jij zegt, Paul, om even na te zoeken, denk ik, 3 prestatieelftallen. Bij de senioren. Ja. Daar maak je ook bijna niet meer mee. Ja. Dus ik weet niet of daar een onder 23 nog onder hangt. Valt het jullie op? Hij is heel blij, hè? De competitie is weer begonnen. Ja, afgelopen week zat hij er heel anders bij. Ik roep er al weken. Is het resultaat onafhankelijk? Hij vindt dat bekervoetbal helemaal niks. Dus. Ik vind die hele voorbereiding niks. Ja, kijk. Het is noodzakelijk kwaad. Ja. Zo noem ik dat. Kijk nou eens naar de uitslagen. Zet dat nou eens af bij heel veel clubs ten opzichte van de voorbereiding. Positief, negatief. Dan kom je vrij snel tot de conclusie dat die hele voorbereiding geen eenmaal de moer voorstaat. Nou, een mooi voorbeeld is van mijn oude club, DOS 37. In de voorbereiding bijna geen wedstrijd gewonnen. Uitgeschakeld in de beken. En afgelopen zaterdag met 4-1 gewonnen van jouw oude club. Ja, daar heb ik mensen van Surioi ook over gesproken. En die zeggen, het was een gelijkopgaande wedstrijd. Tot het moment dat hun... Surioje 1-1 maakt.
10 seconden later, na de aftrap, is het 2-1. En toen was er wat geknakt. Toen kraakte er iets, ja. Klopt. Ze hebben heel lang de strijd volgehouden. En doordat ze zo snel na de gelijkmaker die 2-1 tegenkregen, ja, dat knakte wat. Ja, uitslag was inderdaad wel gevat. Ja, dat is ook Paul. Nou, ik ben gisteren bij een wedstrijd geweest van Davo tegen IJsselstreek. Daar kom ik straks op terug over die wedstrijd. Was bijzonder mooi om te zien. Vijfde klasse, Deventer derby. Maar wat hij daarvoor allemaal doet, dat is geweldig. Ik heb de voorzitter gesproken, die heb ik vandaag nog even gebeld. En een van de dingen die zij dus doen, wat ik gewoon geweldig vind, dinsdag, woensdag, donderdag is de kantine overdag open. Daar kunnen mensen die kanker hebben gehad, uitbehandeld zijn of schoon zijn, die kunnen daar met elkaar en onder begeleiding van vrijwilligers met elkaar dingen doen, zaken bespreken, adviezen vragen over zorgverzekeringen, hoe het allemaal verder gaat. Nou, dat soort initiatieven. Hè? De betrokkenheid van clubs bij de maatschappij, dat zie je steeds meer. En niet alleen nazorg, maar ook clubs zijn heel veel bezig met preventieve zorg. En dat is alleen maar mooi. Hè? Fit met je sportvereniging of activiteiten. En daar moet de politiek gewoon veel meer geld naartoe gooien. Naar dat soort zaken. Maar er komt dus zo'n ambtenaartje, die moet dan keuren en die mag dan een voorstel maken richting het college. En dan het enige waar ze naar kijken is wat de resultaten zijn. Hoeveel mensen meedoen en dat soort zaken. Maar in dit soort gevallen is elk persoon die daar zijn voordeel mee heeft, is alleen maar winst. Is een initiatief van de club al, van Davo? Ik heb voorzitter Volkan Inse gesproken. Hij is een jonge vent. En die vertelde me dat, want ik vroeg van, wat doen jullie dan zoal? Naast paaseieren zoeken en een bingoavond. Want Davo is een echte volksclub, hè? Klopt. Net als IJsselstreek. Klopt. Maar Gerard, chapeau toch? Jazeker. Want ik vroeg jou in ons voorgesprekje, hoe lag het er bij Davo bij? Want ik ben daar met Ente een paar jaar geleden geweest. En toen was het, rommeltje, is een beetje overdreven. Het lag er picobello bij. Nou, dat vond ik mooi om te horen. En niet alleen zeker bij, ook gekoppeld aan het initiatief wat ze nemen met betrekking tot die categorie die jij net schetste. Zijn mooie ontwikkelingen. Ja, 400 leden, ruim 400 leden. Dat is mooi. Ieder lid doet zijn ding. Maar is dit Schuurman, is er geen trainer meer, begrepen? Nee, ze hebben eigen jongens daar als trainer. Een jonge vent. Voorbeeld voor de club, als je het hebt over dat initiatief. Hè? Voorbeeld van andere clubs. Ja. Mooi, Paul. Ja, vond ik bijzonder mooi. Om te horen. Zeker weten. Jan Lichtenberg is daar ook een tijdje trainer geweest bij Davo. Oh, dat zou kunnen. Maar Johan van Ommen ook, die nou bij IJsselstreek de zaak weer opstaat. Maar daar kom ik straks nog op terug. Geweldig. Een icoon in het Deventerse voetbal is Johan, toch? Ja, Johan zeker, ja. Johan wat een geweldig man. We hebben hem wel eens telefonisch aan de telefoon gehad. Ja. Dat is sowieso telefonisch gesproken. Telefonisch gesproken. Ja. Johan van Ommen. Jeroen Nix, bevalt het je om even geen trainer te zijn? Ja, het bevalt me op zich best wel goed. Ja, wel een iets andere vrije tijdsinvulling dan ik de laatste 10, 15 tot 20 jaar gewend ben. Maar het was ook een bewuste keuze om even misschien op een wat andere manier naar voetbal te kijken. Een soort van sabbatical, zoals ze dat zo mooi noemen. Nee, bevalt goed, Bert. Ja, laatste. Het was wel heel laat dat je het kenbaar hebt gemaakt bij DOS 37. Ja, het was heel laat. Het heeft natuurlijk wel een bepaalde voorgeschiedenis. Omdat je natuurlijk dat carousel begint ergens november, december loopt dat. En ik was natuurlijk in mijn vierde seizoen al bezig. En uiteindelijk ga je dan met elkaar in gesprek. En ik twijfelde aan de voorkant wel iets om te verlengen. Daar zat er met name in de sportieve ambitie van de club en van mezelf. Nou, uiteindelijk na diverse gesprekken toch elkaar de hand geschud om nog een vijfde seizoen eraan vast te knopen. Met wat intenties om wel de volgende stap te zetten. Ja, gaandeweg het seizoen waren de resultaten werden wat minder. Uiteindelijk wat afspraken gemaakt om die volgende stap te zetten. Daar kwamen we eigenlijk niet aan toe. Wat was die volgende stap? Nou, we wilden eigenlijk het idee om wel richting die bovenkant van de middenmoot van de eerste klasse te gaan. Dus subtop.
subtop. Dus dat betekent eigenlijk voor DOS begrippen wel dat je dan één of twee jongens erbij moet krijgen. Naast het feit dat we best veel eigen jongens al doorgeselecteerd hadden en hun debuut hadden gemaakt. Maar als je die stap wil maken op eerste klas niveau, ja, dan. En met name de positie waarin we zaten, is een beetje onderkant de eerste klas. Ja, daar moest er wel wat bij komen. Dus ik had gezegd, ik wil de staf graag bij elkaar. Oh, en gaandeweg het seizoen bleek het toch allemaal een beetje de verkeerde kant op te rollen. Ja, uiteindelijk ben ik ook een gevoelsjongen. Iemand die beslissingen neemt op basis van gevoel. Het gevoel wat minder. En ja, ik had wel het gevoel dat ik alle energie en tijd die ik erin stopte. Dat ik het altijd met plezier deed. Maar dat het resultaat onderaan de streep toch wat minder werd. Ja, uiteindelijk na wat wikken en wegen en wat gesprekken her en der. Uiteindelijk besloot om toch een gesprek te gaan met de club. Ja, met als resultaat om, om mijn contract in te leveren. Is jouw club, hè, Jeroen? Ja. Is jouw club toch? Van ja, en dat maakte de beslissing uiteindelijk ook wel lastig. Ja, ik vond hem ook opvallend. Ja, dat was hij ook. Uiteindelijk, ja, wat ik al zei. Ik ben wel van de loyaliteit. En soms heb je dan wel een beetje het gevoel van, ja, misschien laat ik de club en mijn elftal wel in de steek. Maar ja, goed, uiteindelijk ik denk wel dat je goed moet nadenken over de beslissing die je neemt. Ach, maar je woont ook in Dordt, neem ik nee, aan? Ik woon in Rijzen. Oh, je woont in Rijzen? Ja. Oké. Maar goed, je bent daar als voetballer begonnen. Je bent daar een eerdere periode trainer geweest. Je komt daar terug. En toch neem je daar nog zelf de beslissing om de stekker eruit te trekken. Ja. Ja, ik kan me wel voorstellen, gezien de betrokkenheid bij de club, dat niet alleen bij jou, maar misschien ook bij de club zelf toch nog wel wat, laat ik het zo zeggen, teweeg gebracht heeft. Ja, dat is ook zo. Wat ik net al zei, daar ga je ook niet over één nacht eisen om die beslissing te nemen. Ik heb het ook met wel TC-leden, familie, kennissen wel besproken. Maar uiteindelijk vind ik wel dat je uiteindelijk ook daar even wat afstand moet nemen. En niet alleen moet kijken van, ik ben veel betrokken bij die club. Ik ben er begonnen, maar ook even misschien de zakelijke kant ervan moet bekijken. Ja, uiteindelijk dacht ik, uiteindelijk is het niet voldoende om de volgende stap te zetten die we met elkaar hadden afgesproken. Waren er al spelers benaderd of vastgelegd die van buiten zouden komen? Nou, wel benaderd. En uiteindelijk zijn er ook een aantal spelers wel bijgekomen. Waaronder Luc Scharpoff van Juventa. Ja, ja. Spits, hè? Spits, inderdaad. Spits van Mandeveen. Jongen van Huizing. Ja. Ja. En twee jonge talenten van Deto. Die daar in de onder 21 speelden. Ja. Eén broertje speelde al bij DOS. Dus dat was eigenlijk al makkelijk. Maar Koen Nijkamp zat er al. En Senna Silva. Of die zat er ook al. Die zat ook van Juventus, ja. Zie je toch? Die laatste. Senna is van twee jaar geleden van Juventus gekomen. Goede speler ook, hè? Hele goede speler. Ja. Echt wel de potentie om richting divisieniveau te komen, denk ik. Ik hoorde dat hij zaterdag de wedstrijd heeft doen kantelen. Dat wil zeggen kantelen, dat hij beslissend is geweest de tweede helft om... Ja, hij kwam er volgens mij na een minuut 60 in en volgens mij lag hij 5 minuten later lag hij in het mandje. Ja, inderdaad, de speler die het verschil kan maken. Maar die was vorig jaar een paar keer geblesseerd. Met name na de winterstop. Langdurig. Belangrijke gast dus. Ja, buitenspeler die vind ik ook wel de potentie heeft om echt als centrumspits te spelen. Sterk, snel, doelgericht. Dus daar waren we nog een beetje aan het verkennen van, ja, ben je nu echt een buitenspeler of ben je nu een spits? En hij kan op beide posities. Maar vorig jaar in de eerste klasse heeft Stevo heel lang onderop gestaan. Klopt. Heel veel mensen dachten, Stevo gaat het niet redden. Eens. Die hebben na de winterstop, die hebben zelfs nog een periode gewonnen. Die hebben nog promotiewedstrijden gespeeld. Ik denk dat, en ook Hulsense Boys, had niet verwacht dat ze zouden degraderen, denk ik. Dat de teleurstelling dat je dan uiteindelijk kind van de rekening wordt, dat heeft bij jou toch, denk ik, een gevoel gegeven van... Moet ik dan de ploeg weer bij de hand nemen? Of ben ik nu, vul ik het nou te zwart in? Ja, ik speelde mee, maar was niet uiteindelijk de hoofdreden om te stoppen. Het zat er met name in het feit dat ik dacht, gevoel had dat ik er echt maximaal al uitperste. In de winterstop had aangegeven, nou, we maken de volgende stap en dan hebben we dat en dat voor nodig. Ook onder behoud van de staf. Daar moest niet te veel in muteren, ook niet in de spelersgroep. Want toen heb ik wel gezegd, ik zeg, als daar heel veel in muteert en je wil ook nog wat anders gaan doen, dus de selectie ziet er anders uit, ja, dan is het misschien verstandig om daar een andere trainer voor te zetten. Want dan begin je eigenlijk weer opnieuw in het proces.
En ik zat er al 4 jaar. Maar hij speelde deels mee, maar was niet de doorslag. Niet de hoofdreden. Je zegt, ik zat er al 4 jaar. Ja. Eigenlijk te lang, als ik dat nu zo beluister voor jezelf. Want het is wel jouw club. Dat lijkt me echt ook ontzettend lastig. Dat de club waar je ooit begonnen bent, dat je daar hoofdtrainer bent. Ja, het kost gewoon, het kost op het laatst veel energie. Ja. Ja. En met name je eigen club wil je misschien net wat beter doen dan wellicht bij een andere club. Of het lastig was niet. Ik heb er heel veel plezier aan beleefd en mooie tijden gehad en herinneringen gemaakt. Maar uiteindelijk denk ik wel dat het de juiste keuze is geweest. Ja, maar ik kan me voorstellen, bij Rooney 2 jaar, denk ik nog een jaartje, 2-3 jaar. Die houdbaarheid, ja. Daar hebben we het over gehad. 3-4 jaar. Ja. Ja. Ja, er moet wel wat in je selectie blijven gebeuren. Ja. Het kan niet zo zijn dat je 4 jaar en je bent continu met dezelfde groep bezig. We hebben dat zelf allemaal meegemaakt als speler zijnde. Op een gegeven moment ken je de oefenstof, je kent de werkwijze, je kent de manier van communiceren. Dat bedoel ik. Zo deed Manchester United toch met Alex Ferguson? Ja, de selectie door selecteren. Ik stap het op het hoogste amateurniveau, snap Jaap ik het. Stam, bijvoorbeeld. Ja. Die kon toen ook ineens weer moven. Er kwam een ander bij. En zo heeft hij het. Maar in lager amateurvoetbal ben je na 2-3 jaar ben je wel klaar, denk ik, bij een 4e, 5e klasse, toch, Gerard? Het is net al gezegd, het valt wel heel erg samen met de samenstelling van de selectie. En ja, ik zeg altijd, begin bij jezelf. Ja. Het begint bij hoe voel je daarbij. Is het voor jezelf goed om nog voor die weer een jaar voor dezelfde groep te staan? Maar jij hebt ook dat proces bij Glanenbrug gehad. En heeft dat bij DOS. En hij wil daar ook stappen maken. En jij hebt toen bij Glanenbrug die flow naar boven gehad. Ja, en Jeroen heeft het pech gehad dat het juist. Ja, en dat er een kink zit. Dat is niet helemaal een goede vergelijking, want daar zat de flow alleen maar naar boven toen. Hè. Ze kwamen uit die 5e klas en er ging in 1 tour naar boven. Ja, dat komt wel op zo. Daar had je wel verschil in samenstelling jaarlijks. Ja. Maar goed, je moet altijd bij je gevoel blijven. En ik hoorde Jeroen net zeggen, mijn gevoel zei, los van de periode, los van de duur van de periode, mijn gevoel zei dat ik niet dat 5e jaar aan moest gaan. Los van allerlei argumenten die er onder of boven nog hingen. Het begint altijd bij jezelf. Maar jij en ik, wij hebben heel veel gebeld. Ja. Die telefoontjes mis ik wel op dinsdag en donderdag aan voor de training. Wat ga jij doen? Klopt, Bert. Maar wij hadden allebei dit seizoen hadden we al snel het gevoel van langer dan een jaar moet het ook niet duren. Nee, maar dan heb je het over vorig jaar. Maar jij bent natuurlijk nergens lang, heel lang gebleven, Bert. Ik val je niet aan. Ik constateer nu even. Nee, dat valt mee hoor. Reunie 3 jaar, 2 jaar. 2 jaar, Bert. Je bent 3 jaar. 3 jaar ben je wezen. Ja. En ik vind gewoon de houdbaarheid. Dat is de keuze die je de houdbaarheid van een trainer is 2 jaar op laag niveau. Ik bedoel het ook niet aanvallend. Dat is de keuze die je maakt en het gevoel dat je hebt. Niet alleen bij de groep, maar ik vind het ook als hoofdtrainer, je moet ook een bepaald gevoel bij de club hebben. Ja. Ah, dat zeker. Plus het feit, ik heb in het boek van Rick ook mogen staan. Mooi artikel daarin mogen opnemen. Rob Hoekschop, juist. En daar stond zonder relatie geen prestatie. Nou kijk, als je 1 jaar ergens bij een club zit, dan kun je nog niet echt een relatie op gaan bouwen. Nee, exact. En dat is echt wel een etiket wat op mij geplakt zit. Dat ik echt wel wat langere tijd nodig ben om daarin. Dat heb ik ook wel. Maar ik heb ook wel zoiets van, ik ben ook op en top gevoelsmens. Dus ik snap je heel erg dat je op een gegeven moment denkt, aan het einde van het seizoen, je kijkt jezelf een keer in de spiegel aan en het gevoel weg. Dat je dan ook zegt van, joh, ik zie het niet zitten, we stoppen ermee. Ja. Dat gevoel. Dan, daar hebben we het dus over. Ja. Bij de ene heb je dat na 3 jaar, bij de andere na 2 jaar. Ja. Bij Reunie had ik zoiets van, ik kan nog wel een 3e jaar willen blijven. Maar op het technische vlak had ik iemand die zegt van, na 4 wedstrijden, we moeten je contract verlengen. Zeg, pardon, wacht om even. Ja. Ja, maar ik heb ook nog iemand anders die in de wachtkamer zit. En toen was ik klaar. Ja, die wil ook graag trainer worden. Ja, dan denk ik van, dan ben ik ook op het topgevoelsmens. Succes. Ja, de groeten. Ja. Maar vrijdag was ik op een verjaardag en toen sprak ik een jongeman. En die gaf mij aan dat Jeroen zijn beste trainer ooit was qua oefenstof. Dus dat vond ik wel een mooi compliment. Dat was Andy Sterken. Mag jij je bron prijzen? Ja, dat was Andy Sterken. Die gaf jou het compliment. Speelde ook altijd. Nee, want ze hadden ook op het eind niet zo'n leuke. Voordat het uit de klauw liep, heb ik me laten vertellen. Ja, we hebben uiteindelijk nog een conflict gehad. En uiteindelijk hebben we elkaar de hand geschud. Exact. Dat was net na de winter. Ja, dus, en die was geweldige kerel. Ja. En op dat moment dat hij bij Sparta speelde, met name het tweede seizoen, was het echt een.
een hele goede speler. Mijn individuele actie speelde hij nog met Sander Thomas. Dan had ik Sander en Andy op de linkerkant staan. Aanval in de middenvelder en een linker aanvaller. Dat was een topseizoen, hè? Ja, dat was ja, goede speler. Een beetje zalvenbal zag je daar af en toe terug. Ja die nog? Sander Thomas was dan niet te geloven dat hij nooit echt definitief is doorgebroken in het betaalde voetbal. Die heeft echt overal gespeeld bij alle vier de clubs in Overijssel. Ja. En nooit echt doorgebroken. En die kan voetballen, die jongen. Ik sprak hem net nog even. Ik had hem net nog even op de app. Maar ja, dat is echt ongekend. Wat die met een bal kan. Ja. En die speelt hij nog, Jeroen, weet je dat? Andy? Speelt denk ik. Udi. Andy zit bij Udi. Ja, nog steeds bij Udi. Okay, ja. Ik weet nog, Sander, de eerste keer, dat volgens mij ging hij toen weg bij, of hij moest weg bij, ik denk de Eagles. Laatste. En toen ging hij even een training meespelen bij Sparta. Nou, die eerste actie wat hij maakte, op snelheid 3-4 man voorbij, schoot de bal in de kruising en even een visitekaartje afgeven. Prachtig. Maar het is wel bijzonder inderdaad dat hij... Is dat dan mentaal? Het mentale aspect dat hij dat niet... Want voetballen kan hij wel. Ja, kan misschien ook in een stukje begeleiding zitten. Mm. Dat is lastig aan te geven. Ik denk niet dat het zozeer op zijn technische kwaliteiten heeft gezeten. Nee, dat sowieso niet. Nee. Hij was de afgelopen wedstrijd ook weer belangrijk, las ik in het verslag. Ja, met een aantal mooie acties. Ja. Nee. Prachtige voetballer. Ja. En de toekomst... Was een leuk feestje trouwens. Het was een prachtig feestje, ja. En de toekomst, gewoon een jaartje stoppen. Want links en rechts zijn er toch wel amateurclubs geweest die je nog wilde hebben. Ondanks het feit dat je heel laat kenbaar hebt gemaakt dat je weggaat bij DOS. Coördinator misschien? Nou, het verbaast me nog wel wat op het laatste moment nog allemaal loskwam. Ik heb een heel leuk gesprek gehad bij KAC in Kampen. Ja. Nou, je had het al over een volksclub, Paul. Nou, dat is dus ook echt een volksclub in Kampen. De grootste club, hè? Op dit moment. Op dit moment, in ieder geval de hoogspelende club. Ja. En het was een fantastisch gesprek. Ik had het enorm goed naar mijn zin. Voor de tijd ging ik die kant op. Ik denk, nou, ik ga er gewoon een gesprek in. Toen dacht ik wel van, het is 80% dat ik het niet doe. Maar vanaf Rijssen kun je nog wel redelijk bereiden via Apeldoorn. Het is wel een end. Maar, klein uurtje. Ja. Maar goed, naderhand, toen ging dat gesprek weg. En toen dacht ik, nou, toen begon ik toch wel te twijfelen. Maar uiteindelijk was het een moment. En ik heb een bewuste keuze gemaakt om bij DOS te stoppen. Ik denk... Nee, maar Jeroen, dat triggert mij. Jij zegt, ik reed er naartoe. Vanuit Rijssen naar Kampen. Ja. En jij zei net, voor 80% wist ik dat ik het niet zou doen. Ja. Ik vat het even heel kort samen. Dat snap ik niet. Van waarom ga je dat gesprek dan aan? Nou, ik voelde mij in eerste instantie wel gevleid dat ze me belden. En uiteindelijk wilde ik ook gewoon het gesprek ingaan. Ja. En aan de voorkant heb ik ook duidelijk aangegeven van, dit is de situatie. Ik heb vorige week aangegeven om te stoppen bij DOS. Ik wil een bewuste reden. Dus ik heb dat ook voorgelegd aan de telefoon. En uiteindelijk hebben we wel gezegd tegen elkaar van we gaan een gesprek in. En we kijken of we misschien tot elkaar kunnen komen. Nou, ik daag je een beetje uit. Want ik vind, tenminste zo heb ik dat altijd wel gedaan. Als ik op gesprek ging bij een club, dan had ik de intentie om daar ook trainer te worden. Ja. En ik hoor jou zeggen, ja, ik had dat maar voor 20%. Ja, klopt. En snap je? En want dan doe je jezelf niet alleen tekort, maar vooral de club. Als je daar gaat zitten. Nou, tenminste, ik chargeer niks. Want totaal niet wat je is, Gerard. Nee, maar dat hoeft ook niet. Ik totaal ook niet. Als jij toch op bezoek gaat bij een club, een club nodig jou uit. Of je hebt zelf gebeld en je wordt uitgenodigd. Een oriënterend gesprek kan toch? Ja. Dat je zegt van, joh... Ja, maar je moet toch de intentie hebben, of ik begrijp het niet goed. Je moet toch de intentie hebben om daar trainer te worden. Je kunt toch die 20% dat je zegt, de kans 20% dat ik erin ga... Ja. Dat kan toch ineens door een gesprek wel 40% worden. Dan komt het tweede gesprek en je bent overstag. Oké. Okay. Nou, ik wil misschien nog wel even toelichten. Want uiteindelijk het sportieve aspect. Ze waren gepromoveerd naar de vierde divisie. Toch een mooi niveau om ook op te acteren. Ja, dat triggerde mij wel om te kijken van ja. Is mijn gevoel nou echt juist om niet dat die klus aan te gaan? Of wordt het in een gesprek zo interessant en kreeg ik zoveel enthousiasme en... plezier daardoor om het toch te doen. Maar jij, Marcel van der Steeg is daar weggegaan. Ja, klopt. Maar die is volgens mij daar weggegaan omdat, tenminste... Een dag na de titel, toch? Ja, die denkt van, daar gaat niet veel bij komen. Dus die zag de bui eigenlijk nog meer al hangen. Maar dit verhaal hoorde ik bij in Kampen afgelopen donderdag toen ik in Kampen was. Dus. Ja. Maar joh, hoe ging dat verder dan? Hè? Je hebt dat gesprek gehad. Je was al percentages voor en tegen, dat veranderde wat. En hoe ging het toen verder dan? Heb jij besloten om uiteindelijk niet naar Kampen te gaan? Klopt. Of is dat van de andere kant gebeurd? Nee, het is vanuit mijn kant is dat gekomen. Gerard, ik heb ooit een gesprek gehad met de Treffers. En op voorhand dacht ik van, nou, dat is een tyfus aan het rijden. 3 keer in de week plus zondag. Maar ik ben op een donderdagavond, ik zeg, ik wil met jullie praten. Op een donderdagavond. Ja.
Nou, daar hadden ze tijd. Waarom op een donderdag? Omdat ik denk dat dat de drukste dag van de week is. De kantineavond. Ja. Ja? Oh, dat. Qua verkeer, ja. Stond je vast? Ja. Nou, ik heb er meer dan anderhalf uur over gedaan. Dus bizar, ja. Dat heeft geen zin. Nee. Maar heeft Hilke toen jou niet... nee, dat was een Groesbeek. Dat, was ja, dat weet ik, maar dat is zo'n binnendoorwegje. Grades en Pennies reden ook binnendoor. Ja, dat hebben wij ook wel gedaan. Ja. Maar nee. Nee, maar goed. Ik begrijp hem dat hij dat gesprek aangaat. Ja, ik ook. En ook een ervaring rijker. Ook weten hoe zo'n club... In elkaar staat in het amateurvoetbal. Ja, nou, ik heb dat. Ja, goed, ik heb dat altijd anders ervaren. Maar goed, het is ook wel goed dat je eens een keer een ander verhaal daarover hoort. Je bent toch ook niet ver buiten de streek van Haaksbergen gegaan. Maar wat wil je daarmee zeggen? Nou, misschien dat je de wegen niet allemaal goed kent. Het gaat toch niet om de wegen? Het gaat toch om het. Je gaat toch naar een club? Hoezo met wegen? Je hebt toch een Tom of een mijn verste club was Denenkamp, 40 minuten in de auto. Nou, maar dat heeft er dan geen helemaal moe mee te maken. En het gaat toch om de intentie die je hebt. Ja, ik herhaal. Nee, je mag het uitleggen. Leg maar uit. Ik vind, en ik val niemand aan. Mijn eigen beleving is, heel goed. Als een club jou vraagt om te komen praten of je daar trainer wil worden. En ze zegt ja, dan vind ik dat je de intentie moet hebben om daar trainer te worden. Maar is toch en dan heb je een slecht gesprek. En dan heb je een waardeloos gesprek. Ja, maar dat is anders. Dat is achteraf. Oh. Je moet iets met de club hebben. Maar Jeroen... Ja, je moet eens met de club hebben. Er zijn clubs waar ik geweest ben die ik niet kende. Wat zeg je? Je wordt kwaad. Ja, ik ben blij dat de competitie weer is begonnen. Ja, ik zie het. Je bent meteen ook scherp ook. Ja, maar dit is toch het allerleukste. Bloedfanatiek. Ja, dit is toch het allerleukste. Nee, maar Gerard, let even gewoon. Ik heb de situatie in de voorkant wel geschetst. Ja, nee, dat is toch goed. Nee, maar Jeroen, jouw uitleg is helder. Maar ik was daar gewoon benieuwd naar. Maar is toch ook netjes dat... Maar het was uiteindelijk begon wel te kriebelen, hoor. Want het is een fantastische club. Volksclub past exact bij mij. Ja, wat heeft een gigantische sportieve uitdaging. Zijn één punt gehaald. Ga door. Afgelopen weekend. Ja. Maar wat is dan uiteindelijk de beslissing van jou geweest van joh, ik ga het toch niet doen? Is dat de 50 minuten in de auto vanuit reizen naar Kampen? Gevoel? Nee, dat zat in drie dingen. Daar zat met name een sportief aspect. Dat ze op het laatste moment waren gepromoveerd. En ik uiteindelijk het gevoel dat de hele omgeving en de selectie daar niet op was ingericht. Twee zat op mijn eigen moment dat ik dacht van ik heb een bewuste keuze gemaakt om een jaar niet te doen. Nou, en derde zat in de randvoorwaarden. Ik zat met name in de afstand. Ik dacht van de mindere periode, de winterperiode komt er ook nog aan. Ja. Dus dat. En ook in die volgorde. Nee, maar dat is dat. Kijk, dan stap ik ook. Dan sluit ik even aan bij jou, Paul. Dan is dat achteraf, na het gesprek, constateer je om redenen die Jeroen nou net noemt, zoals hij dat beleefd heeft. Dan kun je tot de beslissing komen van ik doe het niet. Als Jeroen had gezegd 0% kans dat ik daar trainen word, maar ik ga er toch naartoe voor een gesprek. Dan ben ik het met jou eens, maar ik vind je kunt altijd gesprekken aangaan. Klaar. Dat vind ik ook. Ja, nou, ik wil het nog een keer weer uitleggen, maar doe niet. Nee, is goed. Gaan we dat het volgen. Goed. Gerard goed, Lettele heeft gewonnen. Die hebben met 3-2 gewonnen. Ik heb contact gehad met de trainer van via de app dan wel. En die waren zeer verguld. Die waren heel blij. Mooi voor hen. Vorig jaar maar één wedstrijd gewonnen. En nu hebben ze de eerste wedstrijd over een heel competitie maar één gewonnen. En nu de hele wedstrijd. Of de eerste wedstrijd al, sorry. Niveautje lager dus, hè? Maakt niet uit. Tegen Raalte, toch? SV Raalte? Tegen SV Raalte, de oude club van Hendry Svensson. Mooi. Daar even terzijde. Geheel terzijde. Alweer terzijde. Bert, weet je wat ik, man. Nee, weet je wat ik mooi vind? Dat Roda Raalte gewonnen heeft van Genemuiden. Dat vind ik echt knap. Zijn we een rondje bezig nu, Bert? He? Nee, maar rondje van zich doen. Ja, hoofdklasse de divisie. Rondje velden, rondje velden, ja. Oké. Okay, nou, dan beginnen we toch bij HAC Hardenberg. Ja. Knappe overwinning, man. Quick Boys, toch een kampioenskandidaat? Is het doorgaans altijd wel geweest. Die hebben wel wat kwaliteit ingeleverd, maar desalniettemin. Wat ik wel mooi vind, dat Gerson Klok nog steeds van belang is voor HAC. En, maar Reinders was deze wedstrijd man of the match of zo? Ja, op aangeven van Klok. Ja, ik vind het zo'n lekker spelletje. Lekker spelletje. Aan de buitenkant van de lijn miste nog een strafschop. Maar HSC laatste twee wedstrijden gewonnen. Dus ik denk wel dat ze zich gaan melden. Net boven de middenmoot, denk ik. Die Reinders, die komt ook bij Hoogeveen weg, hè? Ik weet niet wat hij vandaag komt. Ik vind een goede speler. Komt weg, hè? Ik heb daar stage gelopen om UEFA. Ja. Toen was hij daar, toen speelde hij daar. Ja. Fantastische dribbelaar. Ja, heeft in de jeugdopleiding gezeten bij Heerenveen en Groningen. Ik heb even gegoogeld. Heerenveen wist ik, Groningen... Ja, heeft hij ook gezeten. Toen terug naar Hogeveen, onder 19 en in het eerste. En maar er was iets medisch mee dat hij niet... tenminste, dat heb ik... Gert zal hem wel opgehaald hebben. Gert werkt veel met Hogeveen, hè?
met spelers en met... Ja, zijn zonen spelen bij Hogeveen. Ja, maar zal het zo'n satellietclubje zijn, club? Nou, satelliet. Ja, dat denk ik wel. Ja, weet ik niet. Ja, dat die nog moeten rijpen, die daar... Ja, maar ik denk dat HC dan wel meer satellietclubs heeft, toch? Nou, dat zal. Weet ik niet. Ja, dat zou kunnen, weet ik niet. Maar, verder, de derde divisie, Geerlemuiden, Roda, zei je. Ja. Roda, Geerlemuiden, mooie overwinning. Ja. Goed gedaan. Ja. Knap. Echt leuk goed. Voor Jos ook. Mooi. Ja. Ja, die heeft wat aanpassingen gedaan, want die is nu iets meer behoudender gaan spelen. Nou, dat werpt meteen zijn vrucht af. Maar ik denk dat ze dat ook wel kunnen met Peppels voorop in de omschakeling. Peppels wel, maar Thijs Tadden zie ik nog niet. Nee. Die is geblesseerd. Ja, die missen ze. Ebi Willemsen speelt ook nog niet. Ze hebben nou een tekolsteer daar lopen. En ik weet niet waar die wegkomt, maar die doet het ook aardig. Hulsense Boys. Hulsense Boys. Ja. Leuke speler. Ik heb de beelden gezien op Breeman net. De zender van Geerlemuiden. Ja, maar Geerlemuiden weer geen resultaat. Slappe hap was het. Ja. Kregen een kans, al in het begin. Een dot van de kans. Reuvers, zag ik op de beelden. Nog een paar andere kansen, maar ze hadden het vizier niet echt op scherp. Kregen dan een goal. 1-0 ruststand. En dan, het was niet scherp. Een beetje zaterdagmiddag gevoel. Zo van, het gaat allemaal wel goed komen. Ja. En die wedstrijden heb je ook, hè? Ja, ja. Ja, absoluut. Paniek in Haaksbergen bij HSC. Weer niet gewonnen. HSC, ja. IJsselmeer volgens. Ja, het begint nu wel een beetje penibel te worden, toch? Ja, maar IJsselmeer volgens geen schande. Jij schrijft paniek met een hoofdletter, vet gedrukt, onderstreept. Nee. Ze hebben slechts één punt. En jullie hebben gezegd, ze hebben 30% ingeleverd. Ja, normaal ben je van de nuance. Ja, niet ik ben altijd, nog steeds maar, van de nuance. Nee, maar goed, jij moet ook even kijken wat er aan de hand is. Ze missen nogal al wat. En ze hebben, dat las ik vanochtend in de krant, dat Daniel Nijhoff liet optekenen dat ze de tweede helft met zo'n beetje de helft van onder 23 speelden. Ja. En daarbij, ik heb het al heel veel vaker gezegd hier, ze hebben een jasje uitgedaan ten opzichte van vorig seizoen, qua kwalitatief gezien dan. En vorige week was 4-1 en dan ga je naar IJsselmeervogels. En dan ga je nu roepen dat ze bij IJsselmeervogels verliezen. Maar ik vond vorige week al paniek in de tent. Of paniek? Nee, er is helemaal geen paniek in de tent. Ah, ze maken zich toch wel zorgen? Nou ja, het is geen fijn begin. Nee. Ja. Maar dat vind ik wat anders dan paniek. Maar hebben jullie al eens een keer zo'n valse competitiestart gehad dan? Dat je gewoon niet lekker begint. Je bent wel eens een keer slecht begonnen met HSC, weet ik nog. Hè? Ja, mijn eerste jaar. Ja. Ja, hoe pak je dat op dan? Hoe ga je dat? Is toch alleen door extra te trainen en wachten tot je die eerste punten pakt? Normaal blijven doen. Normaal blijven. Wat Gerard hier vorige week zei over die wethouder, Han Noording dus, Gerard. Hè? Maar leuk die heb was je toen een tijd voorzitter. Ja. En die zei tegen mij, kom goed, geen paniek. Rustig blijven. Dat zei hij toen ook al. Dat zei hij vorige week ook. En dat zei hij vorige week ook. En hij is nu geen bestuurslid. Maar de voorzitter, Michel Wenting, die laat zich ook niet zomaar in paniek schieten. Dus, en Peter Visser zal het zeker niet doen. Jij zegt nu ook tegen Bert, er is geen paniek. Dat en zeg Mark jij nu Menzing ook. Zal het ook niet doen. Dat zeg jij nu voor ook. Voor mij is de club maar, een jaar of ontbreken paniek te raken, niet. Toch? Natuurlijk niet. Maar ik heb hier ook heel vaak geroepen, want ik ben dus van de andere kant in Haaksbergen. Zo noemen ze dat. Je hebt in Haaksbergen heb je een splitsing. Er zit een rondweg tussen. En ik kan een hele mooie anekdotes over vertellen, maar dat doe ik nu niet, want dat heb ik te lang aan gehoord. Kan ik ook nog een mooie anekdote over vertellen? Ja, dat weet ik wel, jongen. Dat weet ik wel, dat je dat kunt, Paul. Maar wat wou ik nou zeggen eigenlijk? Over bomboys. Nee, ik weet het niet. Geen paniek. Dat er geen paniek bij HSC is. Waarom zou er paniek zijn? Dan gaan we verder. Ik weet het niet meer, maar dit is visie baal ik van. Dat je me onderbreekt, want ik wou iets heel leuks vertellen, maar ik weet niet meer. Misschien kom ik er nog op. Ja, iets over Bomboys en HSC, dat je van de andere kant... Nee, dat ik daarmee niet wil zeggen dat ik een wit voetje bij HSC wil halen. Nee, maar ik gooi alleen maar een steen in de vijver. Oh ja, ik weet alweer. Kijk, we weten allemaal, Paul Krabbe, kijk jou aan, je weet er nog veel beter dan ik. Je bent helemaal inside daar. Hè? Je hebt ook iets groens, straal je ook uit. Iets groen-wits. Dat het budget van HSC in geen enkele verhouding staat tot de meeste clubs in de derde divisie. Dat kun je niet ontkennen. Nou, daar mag ook al een keer rekening mee gehouden worden. Want wat ze al die jaren gedaan hebben. Ik weet wat jij vanaf het begin altijd hebt geroepen. Ze moeten bij de bovenste drie meedoen. Drie? Ik heb vijf? Dat altijd, dus je zwakt het nu wel een beetje af. Ach, maar ik vind... Je klet zomaar wat. Nee, dat doe jij nooit. Nee, dat doe jij nooit, joh. Gerard, joh. Dat doe jij nooit. Hou op, man.
Jij weet wel maar wat dit ik bedoel. Ik moet eerlijk bekennen. We zijn wel uitgenodigd bij HSC. 1 november. Ik heb een mail gekregen van de voorzitter. Maar 1 november kan ik niet. Waar ben je dan? Dan zit ik met Bram van Polen ergens. Oh. Bij Ovios. Snabbel? Ja, een snabbeltje. Nee, maar binnenkort... We nemen even een andere datum. Dan gaan we met het amateurpotje bij HSC praten over de problematiek van HSC. Hebben we verder nog divisie... Excelsior pakt een punt. Ja. Goed gedaan, Michel. Hoewel, bij Huizen was het, hè? Ja. Ja, maar ik heb Huizen tegen Roda gezien in die nakompetitie. Die gaven verdomd weinig weg. Dus uit een punt... Gerard is altijd goed, toch? Jeroen? Je bedoelt de bet, hè? Thuis winnen. Uit een puntje. Niet verliezen. Maar je hebt Excelsior gezien. Wat is jouw indruk van Excelsior? Je hebt ze gezien tegen Hercules. Nou, je moet niet vergeten dat ze vorig jaar gepromoveerd zijn. Ja. Dus voor mij hebben ze 8 punten uit 6 wedstrijden. En ook een mindere selectie dan vorig seizoen, vind ik. Ja, dus ik denk dat ze een prima start hebben. Ik vond ze vorige week, hebben we beide gezien. Eerste helft beter dan Hercules. Tweede helft, met name de laatste half uur, hadden ze wat moeite met Hercules. Maar ja, een prima puntje. Volgens mij ziet het er gewoon goed uit. Denk ik ook. Ja. Denk ik ook. Alleen de achterste linie. Ja, volgens mij was Koelman uitgevallen. Ja, als ze, ze hebben daar niet echt heel veel smaken. Dus als ze ver naar voren moeten voetballen, dan is het... Het maakt zich wel snel druk als er een blessure valt. Het woord paniek is nog niet gevallen. Nee, maar neemt hij wel graag in de mond, volgens mij. Hij begon met dat zegging de verkeerde mensen op de verkeerde... Of de, heeft ze nu op de goede plek staan. En nou, hij is voorin begonnen, toen kwam het middenveld. En nu klopt het achterin niet. Volgens mij klopt er helemaal niks van bij Bert is kritisch. Nee. Zo mag je het ook betitelen. Als Excelsior naar voren loopt, dan hebben ze problemen in de laatste linie. Elke bal die er overheen komt, is gewoon bijna kassa voor de tegenpartij, toch? Nou, ze zijn gepromoveerd. Jij zegt zelf dat ze niet de beste selectie hebben. En ze doen dat er dus werk. Ik vind het heel mooi dat Jeroen dat zegt. Ik zeg toch ook ze het goed doen. Ik zeg toch met een veel mindere selectie dan voor. Goed, oké. Okay. We gaan naar de vierde divisie. En trouwens, Gerard Bos. Ja, Bert. Ga je met mijn voor- en achternaam noemen? Nee, maar dat is gevaarlijk. Als je dat thuis doet? Ja. Dat is herkenbaar zo, hè? Als ze meneer tegen je zeggen, heb ik altijd geleerd, zei mijn oma vroeger, of ze noemen je alleen bij de achternaam, dan moet je echt even recht gaan zitten. Ik had 2 kritische punten. Jasper Velkamp moet bij mij altijd spelen, want daar ben ik fan van. Dus Hemming had hij aan de buitenkant spelen. Die moet in de as spelen als je hem opstelt, anders moet je hem wissel zetten. En hij had 2 verdedigers op de bank zitten, dus een rechtsback. Onder andere Beverdam en nog een speler die rechtsback kan spelen. En daar had hij te haar staan. Nou, daar heb ik kritiek op. Anders hoef je Beverdam ook niet bij de selectie te hebben. Ik denk dat jij met de winterstop assistent... Nou, je haalt me gewoon uit de mond, Paul. Dus waar? Nee, Excelsior. Ja. Never, nooit. Ja, ja, never, zeker. Nooit. Dat is aanvullend op, zeg ik. We gaan naar Staphorst. Staphorst, of niet? Ik haak even de knop door. Ja, die hebben Dato. Staphorst, Dato. Jeroen? Jeroen. Hey, ik weet alleen de uitslag. 5-1. Volgens mij is Staphorst wel de titelkandidaat. Dato natuurlijk heel goed begonnen. Dat is wel mooi. Ik heb vorig jaar een jongen bij DOS gehad. Mario Francis Mout. Ja. Zijn broertje speelt nu bij DOS in het eerste. Zijn broertje, hele leuke, talentvolle speler. Mario kwam vorig jaar vanuit Dato weer bij DOS. Daar is zijn jeugdopleiding gekend. Veel al geblesseerd geweest, zware Achillespees-blessure gehad. Maar die schoot volgens mij de eerste 3-4 wedstrijden gelijk 3 in. En volgens mij hebben ze hoeveel punten nu? 11? Staphorst? Ja. Nee, Dato? Nee, Dato heeft 1 verloren, 1 gelijk. Die hebben er nu 11 uit 5. Keurig. Ja. Ik vond het wel een dikke uitslag, maar ja, kan een keer gebeuren. Kan een keer. Ah, ja, Staphorst heeft zich best wel versterkt deze zomer. Met Crowther hebben ze wel een aardig spitje. Crowther. En Milan de Koe? Zeker, van Cambuur. Waar die komt die spitje vrees naar vandaan? Die komt van DVS. Die Crowther is volgens mij begonnen in de jeugdopleiding van Groningen. Is naar Goed gegaan, vervolgens naar DVS en nu Staphorst. Die scoort veel. CV. Dato heeft trouwens 10 punten uit 5. Ja, als je 1 keer gelijk speelt en 1 keer verliest, dan heb je 5 verliespunten. Wat ik wel verrassend vond, was dat Berkum wint bij Kwik 20. Dat is altijd een angstgame voor Kwik. Voor seizoen ook. Ja, voor seizoen ook. Ja? Maar Berkum staat eigenlijk veel te laag, toch? Niet verwacht. Maar Eduard zal ook wel die jongens op scherp hebben gezet. Van jongens... Eduard? Anders gaat Bert in de podcast roepen dat er paniek gaat komen. Paniek, ja, ik zei al. Eduard Lindeboom. Ja. Eduard, ja. die...
Ja. Als je bij Bert 2 verliest, dan is er gelijk paniek. Nee, maar jullie zijn allemaal pro-HHC. Ik zeg gewoon, ze hebben 1 punt uit 5 wedstrijden. Dan vraag ik mij af, is er paniek in de tent? Hoezo pro-HHC? Hoezo pro-HHC? Ja, jullie staan daar regelmatig langs de lijn. Dus dan kun je toch ook wel een mening geven van 1 punt uit 5 wedstrijden is toch HHC 21 onwaardig, vind ik, als buitenstaander. Is niet genoeg, Bert. Nee. Maar ze spelen er nog, tel maar uit. Nee, maar... Er was nog een andere mooie derby. Heino. Ja. Speelde 0-0 tegen AZSV. AZSV, nee. Toch? Nee. Nee. AZSV heeft gewonnen. Oldevesten. Oldevesten. Ik heb gespikt. Maar dat doen we allemaal. 0-0. Paul. De Heino, nieuwe trainer. Het werkt toch. Ik bedoel, ze pakken toch hun punten. Over Steenwijk gesproken. We maken even een stapje verder over, richting de kelder. Ja? Steenwijk, Uluspor. 4-2. Juist. Wow. Ik hou Uluspor in de gaten. Ja, ik ook. Maar dat weet jij. Die hebben ook de gaten. Door mij hou jij Uluspor in de gaten, weet je nog? Die hebben ook wel wat meegemaakt, hè, met die schietpartijen. Ja. Heftig. Maar laten we het daar niet voor over hebben. Nee, dat klopt. Maar de club heeft er zelf ook op gereageerd. Klopt. Moet er toch een keer naartoe. Want ik heb dat daarvoor gisteren gezien. Daar gaan wij samen. Daar gaan wij samen. Ja, ga ook een keer naartoe. En ik ga ook nog een keer naar Turkse Kracht. Dat zit op het complex van Davo. Okay. Lijkt me ook prachtig om weer te maken. Ik ben een keer geweest voor de... Daar ga jij ook naartoe met Dennis Demmers en... hoe heet die? Roland de Bergen. Voetbal in proef om 7 punten op te halen. Ja, onder andere. Ja, waren wij een avond bij Turkse Kracht. Ja. Wat zeg je? Wat ga je doen? Makkelijk scoren. Ja. Wat ga je doen? Nee, dat is een masterclass inderdaad. Ja. Georganiseerd door onder andere Dennis Demmers en Roland de Bergen. Dat heet Voetbal to Improve. Ja. Hebben ze een najaarsmodule bestaande uit 3 bijeenkomsten. Georganiseerd bij Raalte. En onder andere Knippenborg gaat daar nog een lezing geven. Volgens trainer nu van Longa 30. Ligt het voor. En inderdaad, daar krijg je de Huk 7 licentiepunten. Dus ook niet heel onbelangrijk. Yeah. Maar met name gewoon even kijken of er nog wat innovaties zijn, wat netwerken. En, hartstikke leuk. Ik vind dat soort avonden wel leerzaam. Maar die Knippenborg, die wint gewoon van SVZW. Wat alles in de voorbereiding dik wint. Ja. Grote kansen hebben is voor een topklassering. Maar SVZW heeft het weggegeven in de slotfase, las ik. Ja, maar toch. Ja, dat kan. Ja, maar ja, toch weer de zaak op de rit. Uitslagen in de voorbereiding zeggen niet zoveel, Paul. Nee. Blijkt maar weer. De hele beker, want jouw oude club Enter. Ja. Wint alles in de beker. Ja, klopt. Uiteindelijk ook een zwakke opening zet. Was wel geflatteerd geweest, maar ja, ze staan met lege handen. Maar dan Ruurlo is een 50-50 tegenstander. Ik denk dat ze allebei heel jeugdig zijn. Dus want met Reunie hebben we ook tegen Ruurlo best wel vaak gespeeld. De eerste keer wonnen we nog dik. Was dan ook een elftal, wat eerst een oud elftal. Daar heeft die oud trainer van, de oud trainer, Jan Lors uit Doetinchem, heeft daar een echt goed elftal van gemaakt. En die is nu zelf vertrokken. Maar Ruurlo vind ik een hele jeugdige ploeg. Alleen hun beste speler, die Tebbink, die is weggegaan naar Nijmegen. Maar voor de rest best wel om rekening mee te houden. Ja, het is dan niet lekker gevallen in Enter. Want ik heb elke maandag nog steeds contact met de voorzitter van de technische commissie van Enter. Ja. Maar ik heb nog geen telefoontje gehad vandaag. Nou, die heeft mij wel gebeld vandaag. Ik heb hem wel gebeld, maar neem niet op. Dus ik maak me een beetje zorgen. Je maakt je zorgen. Klein beetje, Jeroen. Ja, in Enter raken ze toch niet in paniek. Daarop, wij gaan we zo bellen. Kijk, dus ze raken niet in paniek. Nee, absoluut geen paniek. Enter wordt gewoon middenmotor. Ja, middenmotor. Die contract met de trainer verlengd. Die gaan meedoen. Ja, nee, maar die hebben gewoon een hele goede selectie, geloof mij. Ja, dat geloof ik je. Nou, maar ze moeten niet te veel blessures krijgen op cruciale plekken. Nee, maar dat geldt voor elke club, Bert. Dat klopt, maar ik denk middenmoot subtop en misschien een periode. Is nog geen paniek in Enter. UD Weerselo, met 3-0 gewonnen van Reunie. Ja, jouw club, toch, Bert? Ja, maar ja, die missen wat spelers, 2. Ze missen Herman Hennink, dat scheelt een slok op een borrel. Ja. Volgens mij deed die andere goede speler ook niet mee. Tenminste, ik heb even naar de basis zelf gekeken. Maar wel knap dat UD Weerselo wist te winnen van Schilderland. Schilderhuis, die schopte er ook weer in. Ja, UD Weerselo is 3-0. Mooi spelletje, mooi spitsje. Ja, goede speler. Ik heb Dijkstra en Borg. Ik heb het over UD, hè? Weerselo. Nee, over Reunie. Ik begon heel verhaal over Reunie te vertellen. Nee, dat UD, knap van UD. Ja, dat begint al. Is dat dus zo'n Borg van Wilma Knikhuis? Weet je dat? Dat zou me niet verbazen, want die heb jij in de spotlijst gehad met Knikhuis Herik heet ze. Ja, dat zou best kunnen zijn. Ik heb er al eerder over gehad in een podcastje. Ja. Toen was die invaller spits.
En die scoorde ook twee schitterende goals. Toen dacht ik van, hoe goed is dan die eerste spits? Gerard, weet je nog? Ja. Dat weet ik nog, ja. Goed, dat weet ik nog. Maar hij staat er nu al waarschijnlijk in voor vast dan. Ja. Ja. Volg jij het voetbal ook zo intensief als deze heer Jeroen? Nou, ik heb er idee van niet eigenlijk. Leuk, ik heb nu alle tijd dus, wat dat betreft kunnen we mee. Dat is hartstikke leuk. Nou, wij moeten ons ook wel voorbereiden, Jeroen, hoor. Absoluut. Nou, dat, ja, dat kan niet anders. Ik bedoel, kijk, maar Paul roept altijd terecht. Dit is geen prikpraat, dit. Nee, wij moeten ons niet alleen beperken tot het Twentse amateurvoetbal. Ik zeg het nou maar even voor de vijfde keer. En Paul die roept dat ook altijd. We moeten ons ook verbreden. Ook richting het Zwolse, Deventer en het Zallandse. Maar goed, dat is vorige keer ook al. Daarover gesproken. Ja. En daar moet je je wel voorbereiden, want daar zijn wij minder in thuis. Daarover gesproken. Paul, vertel eens even over die wedstrijd. Ik ben wel heel benieuwd naar Davos-IJsselstreek. IJsselstreek. Heeft voor het eerst dit jaar weer een standaard team. Hebben Johan van Ommen aangenomen. Geweldig icoon. Ik vond het mooi. Ik denk dat als ik speler zou zijn, zou ik ook voor hem willen voetballen. Maakt geweldig indruk aan de langste kant. Zegt eigenlijk helemaal niet veel. Maar als er iemand buiten de pot piest, dan corrigeert hij hem. Jongens moeten niets over de scheidsrechter zeggen. Moeten gewoon... Dan zegt hij, hou eens op man, zegt hij dan een keer aan de kant. En gaat met wissels goed om. Ook de wisselspelers met hem heeft aanzien. Hij heeft ook het elftal gevormd dat ze weer een standaardteam hebben. De wedstrijd tegen Davo begon goed. Uiteindelijk was het na 60 minuten 3-0 voor Davo. Met twee penalties. En de einduitslag is 3-3 geworden. En je kon op je klompen aanvoelen dat als er een goal valt, dat er dan nog wel een goal zou vallen. Alleen dan moet die wel redelijk op tijd vallen, want dan kunnen ze nog op jacht naar de derde goal. Nou, dat gebeurde ook. Ze kregen ook een penalty. En ze kregen ook op het eind een vrije trap die van richting wordt veranderd en die er dan neerrolt. Het was een kostelijke wedstrijd. Vijfde klasniveau. Er waren tackles bij. Daar keek ik even de andere kant op. En ik denk, ik ga nu een knak horen of zo. Maar het ging allemaal goed. Spelers gingen goed met elkaar om. Geweldig mooie acties. Ik heb... Bert, jij kent hem. En anders denk ik dat Jeroen hem kent. Kevin Simmelink. Ja, die speelt daar nog steeds. Die heeft vorig jaar bij Davo gespeeld. Johan zal hem wel opgehaald hebben. Is nu aanvoerder rechtsback. En het was warm. Maar hij kachelde... Constant langs hij die blijft maar gaan, hè? Nog steeds. Hè? Nog steeds. Hè? Hoe oud zou die zijn? Halverwege. 38. Ja, 38. Heb jij bij Excelsior met hem gespeeld? Nee, ik heb niet. Volgens mij kwam hij de periode na mij. Ja. Voorbeeld voor het team. Goeie vent. IJsselstreek had nog een paar 38-jarigen erin zitten. Deed Hamzi Ramza ook mee? Want die heeft hij ook gehad bij Sportclub Deventer, Johan van Ommen. Want ik heb met Wezepen wel eens tegen Johan van Ommen gespeeld. Dat was eigenlijk zijn lievelingsspeler. Ik heb de opstellingen niet gekregen, maar ik heb nog wel een andere naam. Die zat heel lang op de bank. 10 minuten voor tijd mocht hij erin. Hij moet nog wel iets aan zijn conditie doen en aan zijn gewicht. Hij heette Mustafa Ifshimen. En die is kapper, kreeg ik mee. Kappertje moet erin. Maar Kappertje kwam erin. Kappertje zei voor de tijd, ik ga scoren. En dan ga ik draaien. En Kappertje die kreeg een penalty. En die scoort hij gewoon in de kruising. 3-2. En Kappertje bleef een beetje oorlog maken. Een beetje lekker zuigen. En vervolgens een vrije schop net gezegd. Van richting veranderd 3-3. Wedstrijd afgelopen. Geen gezeik. Spelers geven elkaar een hand. De ene keer hebben ze bij Davo gespeeld. En een paar jaar later voetballen ze bij IJsselstreek. Of omgekeerd. En het was een vermakelijke middag. Paul. Twee volksclubs. En de muziek. Die schalde uit de boksen. Ik denk een bijzonder mooie apparatuur wat ik daar zag. En het was Dikke Mik, Andreasus en noem maar op. Die kwamen uit de boksen tevoorschijn. Het was één groot feest. Daarna nog de kantine in Paul of niet? Nee, ik ben lekker naar huis gegaan. Maar hoeveel toeschouwers komen er op zo'n duel kleine af? Kleine 200. En dan gewoon families, hè? Vader, moeder, opa, oma. Echte voetbalcultuur dus. Ja, echte voetbal. En mooi. Eusen, en op dat complex. Amateurvoetbal. Go Ahead amateur speelde er. Die wonen, dacht ik. Turkse Kracht heeft er gevoetbald.
speelde ook tegelijk, dus drie clubs. En dan heb je nog een andere club, Gazelle of zo. Gazelle, ja, bij de Zandweert is dat. Het heet volgens mij Rieler Enk. Ja, Rieler Enk. Ja, bij de Zandweert is dat toch? In, ja, bij het ziekenhuis, in Deventer, ja, bij het oude ziekenhuis. Ja. Waar vroeger de oude ijsbaan was. Bij amateurvoetbal, puur zang. Ja, mooi. De bal rolt weer, Paul. Super. Het gaat erom met Deggie, jongen. Allemaal gelukkig. Ik zag daar trouwens nog een mooie speler bij Davo. Sydney Pinkster. Was ook aanvoerder, jong ventje. Ja, die ken ik. Sydney. Serieus, die speelt er al een aantal jaren bij Davo. Ventje, op middenveld. Is volgens mij ook een jaar weg geweest. Uit mijn hoofd gezegd. Maar dat was toen al de beste voetballer van Davo. Maar weet je nog heb ik het over 2-3 jaar geleden. Gehad hebben over een speler die gepresenteerd werd door FCRDC. Met een filmpje. Zoals de BVO's dat ook allemaal doen. Ja, de nieuwe aanwinst. Ja. Dat was zijn broer. Oké, okay. Oh, daar zat zijn broer niet weg geweest. Ja, ja, ze waren met z'n... Ja, klopt. Daar speelden die twee jongens van Pinkster toen bij Davo. Ze zijn allebei weer terug nu. Ja. Of ze speelden nu allebei weer samen? Nee, Sydney is nu aanvoerder bij Davo en die andere speelt nu bij FC RDC. Oké, die is wel een RDC. Heb jij nog een wedstrijd gezien, Rick? Zeker, ja. Ik ben naar het mooie Boekelo, pittoreske Boekelo gereden. Er was nog geen standbeeld voor Michel Wijs. Sparta Enschede, hè? Michel Profijt ook. Hè? Wat hard vol van is, hè? Want Michel Wijs natuurlijk, bedoel ik, eigenlijk verdient hij wel een standbeeld natuurlijk. Hè? Trainer van BS. Geschiedenis geschreven met Unison. Dus, hebben wij gezien. Die geschiedenis. Ja, was toch Houdini en Hans Klok waren er niks bij in die twee wedstrijden. Dus ik vond het echt fantastisch. Maar goed, helaas was er nog geen... Luktor wel verloren trouwens die eerste wedstrijd. Dat heeft de zijde. Luktor. Nee, 2-2. 2-2. Ook dacht 3-2. Nee, dat waren twee broers tegen elkaar. En die speelden in DTC. Ja. Dat is Paul Otternoff trainer. En bij Luktor... Ik dacht dat het 3-2 was geworden. En daar is Ruud Otternoff trainer. Paul tegen Ruud. Dat werd 2-2. Ja. Dat is mooi uiter geweest trouwens. De broederstrijd. Ja, mooi man. Mooi man. Ja. Maar de beide gepromoveerde clubs speelden tegen elkaar in de derde klasse. En het was een fantastische wedstrijd. En er waren ook veel mensen weer op. Het was warm. En vorige deel begon heel goed. Maar het was toch BSC Unison die weer als vanouds heel dodelijk effectief was. Pim Ratering begon weer met de 1-0. De allerbeste eerste aanval zat erop. Pimmetje weer, hè? Ja, en daarna ging natuurlijk Unison die ging hun eigen spel spelen. En daar kon vorige deel helemaal niks mee. En ze liepen uit naar 2-0. Fantastisch doelpunt. Toen kwam vorige deel ook door een hele mooie actie terug. Maar toen kwam het allermooiste moment, jongens. En dat wil ik jullie niet onthouden. Dat kwam echt vanuit de aftrap. Werd echt direct gescoord door BSC Unison. Het was 2-1. Je denkt, vorige deel komt er nu overheen. Maar direct uit de aftrap, Arjan Wissink. Bam. Hij schiet zo die bal vol in de kruising. 3-1. Nou, en toen was het dus rust. En na de rust was er eigenlijk maar één ploeg die echt jacht maakte op de gelijkmaker. En die kregen ze ook. Dus eerst 3-2 en 3-3. En ze kregen nog beide kansen op de 4-3. Er werd nog een doelpunt afgekeurd van Pim Ratering. Maar in extremis was daar natuurlijk Lars Lepping, die eigenlijk 3-4 had moeten maken, want hij schoot hem op de paal. Maar het was een heerlijke wedstrijd. Maar die keeper van BSC, die held, die is toch naar Bombos gegaan? Ik heb gisteren bij Bombos in de eerste helft, daar ga ik zo wel iets over vertellen. Ja. Maar wie hebben ze nou in de goal bij BSC? Ja, ik weet niet hoe die beste jongen heet, maar hij deed uitstekend. Nou, dus het was fijn voor BSC Unison. Dus, de keeper was met Michel Wijs? Michel Wijs was tevreden. Zoals altijd lekker rustig aan de kant. Heel rustig, ja. En ik moet zeggen, de coaches van... Is dat cynisch? Nee, hij was rustig. Hij was heel rustig. Ja, dat klopt. En dat klopt. Hij was ook tevreden over het resultaat, met name. Dus, maar ik zit naar Gerard te kijken, hoor. Die keeper, waarom kijk die ging in de fout, toch? Van Bomboys gisteren. Ja, dat bedoel ik. Nou, die was niet gelukkig gistermiddag. Nee. En ik denk überhaupt dat... 3-3. Nou, ik denk het niet alleen. Ik was aanwezig. De eerste 20 minuten, de beste 20 minuten van Bomboys heb ik niet gezien. Om de simpele reden dat ik op de terugweg was van Tebergen naar Haaksbergen. En toen ik toen kwam was het 1-0 voor Bomboys. En het was een wervelstorm, heb ik mij laten vertellen. Ik lees net ook het verslag van ATC en die... onderschrijven dat volledig. En ja, de wedstrijd voltrok zich eigenlijk zoals het ook een beetje begon. Bombers kwam op 2-0, uiteindelijk op 3-1. En ja, niks zag er totaal niet naar uit dat ATC nog op gelijke hoogte zou komen.
En dat gebeurde uiteindelijk wel, vlak voor tijd 3-3. En ja, de druiven waren zuur, heel zuur bij Bomboys. En nog een hele grote kans in de laatste minuut, Gerard. Ja, Bomboys kreeg dan een hele grote kans. En die keeper die maakte een ongelooflijk goede redding. Het was een katachtige redding, zoals ze dat geloof ik van keepers wel eens noemen. En die behoedde daarmee ATC voor een nederlaag. Maar goed, klopt. En de keeper waar we het over hadden, Luc van Ham, die van BSC Unison is gekomen, die keepte in verband met de afwezigheid van de eerste keeper van Bomboys. En dat zal de komende twee weken ook nog het geval zijn. En Luc was ongelukkig. Laat ik het maar even zo zeggen. Zenuwen. Het zal een stukje spanning op gezeten hebben. Hij wel een mooie lengte. Het is echt een goede keeper. Bombers miste daarvoor ook nog in de verdediging nog wat mensen. Dus dat was allemaal een beetje onrustig. Wat niet, mag ik zeggen, denk ik, niet des Bombers was. Nog geen paniek bij Bombers. Paniek, dat komt alleen maar in het woordenboek van Bert van Lossen voor. Blij op de Lionel druk. Weet je waar ook geen paniek is? No. Bij SV Blokzijl. Nou. Wat dan? Hebben ze gewonnen? Even in het huisje gehuurd daar, Paul. Gelijk gespeeld. Tegen Tiende Veen. Dat is altijd lastig. Mag mijn collega Tijm van Wissing daar alweer komen bij Blokzijl? Heb je me vorige keer ook gevraagd? Ja. Er ook over aan. Ja. Volgens mij mag Tijm wel komen, maar moet hij wel een kogelvrij vest aan doen. Oh. Denk ik. RSC wint van de Tukkers. Ja. Vond ik wel vrij verrassend. Ik ook. Maar ook daarvan blijkt wel weer dat voorbereiding, wedstrijd in de voorbereiding en uitslag in voorbereiding niet zoveel zeggen. RSC heeft niet zo'n beste voorbereiding. Hey, jouw oude club deed tegen mijn oude club, hè? Jouw ogen. Hoeven. Hoeven Rietmolen. Ja. Rietmolen Hoeven werd 2-3, Bert. Ik heb er. Toevallig sprak ik vanmiddag. Voordat ik hier naartoe reed. Sprak ik een speler van Hoeven vooruit. Het was geen wedstrijd op hoogstaand niveau. En er was nog wat commotie aan het eind, begreep ik. Hoeven scoort uit een overduidelijke buitenspelsituatie. Waar ook onderkend en erkend werd, bedoel ik, door de mensen van Hoeven vooruit. Geen VAR? Maar uiteindelijk, sorry. Geen VAR? Nee, de VAR was uitgevallen, denk ik. Oh. Die waren er niet. Maar goed, mede om die reden ging Hoeven vooruit. Met 3 punten richting Hoeven. Oh, en dat is niet zo ver. Dat is 5 kilometer, denk ik. FNV 29. Ja, nog Jockey Link. John wint. Moeizame overwinning in Dalsen. No. Maar goed, dat is Dalen. Sorry, Dalen. Gieling was niet tevreden, toch? Dalen. Zeg je? Gieling was niet tevreden. Wedstrijd niet beslissen, denk ik, wat John weet zegt. Niet. Nee, dat kan ook zo 2-2 worden. In plaats van dat hij met 4 in wint. Ja. Ja. En in Dalsen, die doen het ook goed, hè? Die hebben ook gewonnen. En Nieuw-Leuzen wint zonder Jordi Vink. 3-0, dat is ook netjes. En dat ASC 62 uit Dalsen, die heeft ook punten gehaald, Gerard. Ja. Nee, die verloor het toch? Of heb ik dat nou mis? 3-0 gewonnen van Grijpskerk, zie ik hier. Van Grijpskerk? Ja. Oké. Okay. Altijd lastig, Grijpskerk. Ja, we gaan er een einde aan maken, want we zijn al ruim over de tijd. Ruim in de blessuretijd. Ja. Je hebt een toto, hè? De toto van Rick. Ja, de toto voor de aankomende week. Ja, want dan moeten de luisteraars natuurlijk ook even weten dat wij een toto hebben bedacht. En dat we 5 wedstrijden, provinciebreed, dat hebben we deze week ook getest. En dat was erg leuk. Dus, en we doen ook voor de luisteraars, zetten we ook even op op de socials welke wedstrijden dat zijn. En dan kunnen de luisteraars ook meedoen als ze daar zin in hebben. Moet ik de wedstrijden nog even vertellen, Bert? Ja, even de wedstrijden voor komend weekend. Voor komend weekend, ja. Waar we op. Nou, dat is KHC tegen TVC 28. Wat denk jij, Gerard? Nou, ja. TVC heeft de laatste 2 verloren. Is een klein beetje in een wat negatieve spiraal. Ik houd het op een gelijkspel. Ik ook. 3. Ik zeg TVC. Jeroen? Ik zeg de eerste 3 punten voor KHC. Ja, ik ga ook voor een 3. Volgende. Dan SVZW Sparta Enschede. Jij mag beginnen, Jeroen. Ik denk een verrassende overwinning voor Sparta Enschede. 1-2. SCZW. 3-0. 1, denk ik. Sparta Enschede. Ik denk ook een 1. Dus SCZW wint. Ja, SCZW is dat dan, hè? Jij zegt Sparta Enschede. Ik zeg 1. Ja, voor SCZW dus. SCZW speelt thuis. Dus dan 1, sorry. Nee, en dan... Jerik? Ik zeg een 3.
En dan hebben we FC Uluspor tegen de Olympia 28. Jij mag beginnen, Gerard. Uluspor tegen Olympia. Ik heb heel veel vertrouwen in Uluspor. Die gaan winnen. Een 1, ja. Ja, ik heb iets met Olympia 28 uit het verleden, dus een 2. Ik kies voor Uluspor. Ik ook. Ik ga weer voor de 3. Dan hebben we de wedstrijd Raalte tegen Hoornhorst. Raalte tegen Hoornhorst, dat is een vijfde klasse. Vijfde klasse. Ik heb nog een leuke anekdote, want ik heb altijd die zoon van Eikenkamp benoemd. Want die speelde ook bij Hoornhorst, maar die stond achterin. En dan deed ik op zondagmiddag de voetbaluitslagen. En dan speelde Hoornhorst tegen Raalte 2-0. Met weer 2 doelpunten van de zoon van René Eikenkamp. Ik denk dat Raalte gaat winnen. Ik ken beide clubs, ik heb daar het verleden tegen mogen spelen. Ik houd op een 3. Ik kies voor Raalte. Ja, ik denk dat het waar doelpunt er verstijn wordt. Uiteindelijk 4-4, dus een 3'tje. Oké, nou, ik houd op Hoornhorst. Dan dus een 2. En dan gaan we de laatste wedstrijd. En dat is SV Vassen tegen Rood-Zwart, Gerard. Ja, dat gaat Vassen winnen. Een 1. Ja, want ik heb verslag gekregen van de wedstrijd Rood-Zwart TVO 0-3. En Rood-Zwart heeft het moeilijk. Oké. Ik zeg niet dat ze het, de hele competitie moeilijk gaan krijgen. Maar ze zitten even in een opbouwfase met onder leiding van Maurice Bartels. Beginnen trainen. Ja, maar dat loopt, weet ik. Beginnen de hoofdtrainer. Dat loopt dan allemaal niet zo lekker. En ik weet hoe het in Vassen is. Ja. Gewoon gras. Lastig. Okay. Dus Vassen gaat winnen. Bert. Ja, ik denk ook dat Vassen gaat winnen. Gelijkspel. Ja, ik volg de kennis van Gerard in dit geval. Ja. Eentje Vassen wint. Nou, ik ga toch weer voor de 3. Dan is het de bedoeling dat we ook nog even het aantal doelpunten erbij zetten. Dus mocht er een gelijke stand zijn, dan is het aantal doelpunten beslissend. Dus van harte welkom om allemaal mee te doen. Heb je vragen, dan kun je een vraag stellen naar b.verlosser@oost.nl. En daar kun je ook... Wat wil je zeggen, Paul? Nou, we hadden nog een vraag in het begin van dit programma, van deze podcast. En dan zijn jullie ook die vraag alweer vergeten. Het antwoord op die vraag... 250 wedstrijden. 250 wedstrijden. Oh ja. Ik heb gelezen. Gerard, je hebt met hem gewerkt. Ja, ik ben... Ja. Rick Blokhuis, natuurlijk. De huidige aanvoerder. Waarvan ik nooit dacht dat Rick ooit aanvoerder zou worden. Nou, maar hij heeft gewoon goed gedaan, die jongen. Nee, die heeft het zeker goed gedaan. Nee, die jongen dan niet. Ik had een heel verhaal... Nee, ja, kom op, maar ik heb... Hallo, Paul. Meepraten over deze podcast kan via b.verlosser@oost.nl. Proficiat, Rick. Bedankt voor het luisteren. Jeroen, kom een keer weer langs. En geniet even van je sabbatical. Wel weer een keer op het trainingsveld gaan staan. Hè? Bedankt voor de uitnodiging. Prachtige middag. Ja, Jeroen, ik heb nog geen vraag aan jou. Dat schiet me zo naar de binnen. Nee. Sabbatical. Maar volgend jaar ben je weer beschikbaar. Ja, volgend jaar wil ik weer aan de bak. Hij gaat eerder weer beginnen ergens. Straks naar de winterstop. Naar de winterstop ergens. Want de eerste trainer is er toch alweer uit. Ja, dat is in Vorden. Ja, dat weet ik. Maar dat is te ver voor Jeroen. Wat in de regio. Dat is een beetje afzelfde afstand naar Kampen. De Walde heeft een trainer, hè? Ja, wie? Henk Harmens. Oh, die ken ik. De oude man in de 70. Ja, Henk Harmens. Is dat zijn zoon die bij Roda Raalte gespeeld heeft? En hij was ook altijd voetbalscout. Hij is ook trainer geweest. Ja, zeker. Bij Vroomsopse Boys. Ja, zeker. Ja, Henk Harmens. Er is her en der overal een beetje paniek weer, hoor ik net in deze podcast. Dus. Okay. Ja, nou ja, goed. Vroomsopse Boys, Overwetering, Rauwveen en USV. En SV Dalsen, daar is die trainer geweest. Ja. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. De Amateurvoetbal Podcast.